Ja, in de jaren 90 deed ik altijd een beetje lacherig over mensen die vrije tijdswetenschappen gingen studeren aan de universiteit. Is dat nou een studie? Lekker makkelijk, man. Maar nu lijkt die studie toch een noodzaak. Want straks dreigen we met z'n allen te verdrinken in zeeën van vrije tijd. En wat doen we straks met al die vrije tijd? Hoe vullen we die tijd op? Ik begin mijn zoektocht op een school waar ze mensen opleiden die daar verstand van hebben. We zijn in Breda bij de Academy for Leisure. Ja, we moeten daar natuurlijk guests only. Oh, de deur is gewoon open. Nou, nog beter. Hallo? Ik ben op zoek naar Peter. Ja, dat ben ik. Dat ben jij? Ja. Hoi. Melijn. Peter. Hoi Peter. We zijn hier op de Academy for Leisure. Ja, van de NTV. Dat betekent dat jullie hier je bezighouden met vrije tijdsbesteding. Ja, ja. Waar ben jij dan? Ben jij een professor vrije tijdsbesteding? Ik ben opleidingsmanager hier bij de academie. Ja. En ik ben ook expert op het gebied van dance-industrie en pop-industrie. Oké. Ja. Oh, heel goed, heel goed. Ja. Nou, ik laat me graag voorlichten door jou. Nou, gaan wij ergens daar naartoe? Ja, kom maar. Oké. Okay. In deze hele serie kom ik allerlei technologieën tegen waarvan ik denk, oei, die gaan ons leven heel erg veranderen. Ja. Waaronder robots. En robots die gaan zo meteen heel veel werk van ons overnemen. En computers gaan dat ook allemaal overnemen. Dat betekent dat wij misschien minder hoeven te gaan werken. Ik kan me nu, omdat ik nu 5 dagen per week werk, kan ik me wel voorstellen wat ik met die vrije tijd zou doen. Maar als ik ineens maar 2 dagen hoef te werken en 5 dagen vrij ben, iedere dag caviar eten is ook niet lekker. Nee, dus dat is al iedere dag zomaar een beetje gaan lummelen is het ook niet, denk nee, ik. Nee. Is er iets waar jullie over nadenken hier? Ja, zeker. Dus dan, omdat jij je toch wel binnen een paar weken zult gaan vervelen, is het wel handig als er mensen meedenken over hoe je dan die vrije tijd kunt gaan invullen. En dat kan op allerlei manieren, hè, want het is ook niet gezegd dat iedereen dan heel veel geld heeft. Ja. Dus je hebt, dat kan gaan van hele wijkgerichte activiteiten tot en met allerlei fancy uitstapjes richting festivals. Of ja, verzin maar wat het allemaal kan zijn. En het is ook wel gezellig om bijvoorbeeld naar het terras te gaan, maar dan ben je ook weer zoveel geld kwijt meteen. Als geld geen rol zou spelen, dan zou ik echt naar superveel vette feestjes en festivals en zo gaan. Reizen. Niet in Nederland alleen. Nee. Geld is dan inderdaad misschien wel een probleem, want een festival, de leuke dingen doen kost geld. Ja, dat kost geld. Dus je kunt ook allerlei andere dingen verzinnen die geen geld kosten of minder geld kosten. Dus in de vrijwilligerssector kun je ook allerlei dingen doen. Daar kun je ook actief in worden natuurlijk. En dan kun je ook als conceptontwikkelaar met nieuwe concepten komen. Het hoeft niet allemaal geld te kosten. Zingeving is heel belangrijk voor mensen. Ja. Gaan we ons niet gewoon ontzettend zinloos voelen? Nou, er is in de theorie zeggen ze, je had eerst de experience-economie, waar mensen van alles mee wilden maken. En we gaan nu naar een nieuwe fase, is de theorie naar meer transformative economy. Dat mensen echt gewoon dingen willen doen, maar er ook echt iets van leren en misschien wel willen veranderen. Dus dat refereert een beetje aan die zingeving die je over hebt. Dus dan kun je je voorstellen dat mensen gewoon niet zomaar naar een festival gaan, bier drinken, naar huis gaan, het was een leuke avond. Maar weet ik veel, naar een evenement gaan helemaal rondom yoga, spiritualiteit, noem maar op. Ja. Dat soort dingen. Ah, ja. Dus dat is wel een beweging die gezien wordt. Ik weet niet hoe groot die is, maar dat is wel in ieder geval wat er in de theorie staat, dat we in die fase belanden. And you say, honey, I'm going to the happiness festival. Truth is the body. 2050 is echt stiekem ver weg. Ja. En in 30 jaar kan er, zeker met de huidige technologische groei, kan er heel veel veranderen. Mm-hmm. Hoe gaan mijn kinderen dan zich vermaken? Ja. Is de hele wereld dan eigenlijk gewoon één grote misschien computer wel, geworden? Ja, misschien zitten ze wel de hele dag met een virtueel reality bril op allerlei dingen mee te maken. Dan komen ze gewoon het huis niet meer uit. En zitten ze gewoon met de VR-bril op gewoon wereldreizen te maken. Who knows? Het zou kunnen. Ik hoorde dat er al een dierentuin in de maak is. Een virtuele dierentuin. Ja, in China. Ja. Dus ik vind het fijn voor de dieren, maar tegelijkertijd denk ik ook, wat is dit voor een armoede, zeg? Dat is toch, ja, toch gewoon... Ja, maar dat denk jij, vanuit jouw referentiekader. En ik ook. Maar als jij gewoon 40 jaar lang of 50 jaar lang bent grootgebracht met een heel groot stuk digitaal, ja, wat voor jou ook de echte wereld is, dan kijk je daar toch anders tegenaan. Misschien.
Als ik zou mogen kiezen naar welke wereld ik dan ga, zou het wel een beetje fantasieachtig zijn. Ook met superkrachten en al dat soort dingen, dat je bijvoorbeeld kunt vliegen en supersterk bent ook. Dat zou ook wel cool zijn. Ja, gewoon zoveel mogelijk van de wereld zien, als dat het zo gemakkelijk zou kunnen. Misschien een sci-fi wereld is een keer leuk en dan weer een middeleeuwse. Gewoon een beetje heen en weer. Maar ik denk wel dat als je een VR gebruikt, dat je wel jezelf afzondert van bijvoorbeeld je familie, je gezin. En misschien ook je vrienden het echte leven als die niet aan VR doen. Ja, in zekere zin wel, want je zit alleen maar in je eigen wereld. Maar stel voor je zou het online als een soort multiplayer game bijvoorbeeld VR hebben. Dan denk ik, dan zit je toch met andere mensen in contact. Misschien niet face-to-face in real life, maar ja, je hebt toch zeker wel sociaal contact met iemand dan. Maar mensen willen ook graag samen dingen beleven. Dus je kunt gewoon ook een Ziggo Dome volzetten. Ja. Dat je toch de beleving hebt met z'n allen van een concert. Alleen ja, dan die artiest die is misschien al wel 30 jaar dood. Die staat er als hologram. Ja, ik heb ook liever de echte artiest. Aan de andere kant, als je op de achterste rij zit, dan zie je het niet eens meer misschien. Maar het gaat denk ik veel om dat mensen samen zijn en samen iets beleven. Dat is ook meteen met VR, met de huidige stand van zaken, ja. Het lastige, hè? Want je hebt dat ding op en je maakt het individueel mee. En ik denk dat gaat nooit weg. Dat is denk ik een diepe menselijke behoefte om samen dingen te beleven. Je ziet het ook al gewoon met gamen, dat het gewoon het online gamen, waarbij communities over de hele wereld samen gamen, ja. Ja, dat is kicken, dat is ook verslavend. Dat is toch anders dan dat je alleen achter je apparaatje zit. Ja. Dus ik denk, die behoefte van communiceren en samen dingen meemaken, die blijft altijd. En dat vind ik nou persoonlijk een heel geruststellende gedachte.